staken. Vier sporthallen onder één dak. En kinderen leren over natuurbalans. Goedenavond allemaal en fijn dat je weer kijkt naar het 10 minuten jeugdjournaal. Milieuinspecteurs van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, hebben hun werk neergelegd uit ontevredenheid. Het is nu druk bezig met de bestrijding van het chikungunya-virus. Door deze staking kan deze in problemen komen. De directeur van het BOG, Leslie Resida, werd gistermiddag telefonisch op de hoogte gebracht van de staking. De milieuinspecteurs zijn niet tevreden over de manier waarop zij uitbetaald worden. De naam zegt het, milieuinspecteurs, die moeten het veld ingaan, die moeten de zaken inspecteren, die moeten zien waar de problemen gevallen zijn. En de directe bestrijding te doen, hè, dat wil zeggen ze gaan de inspecties doen rondom een geval van chikungunya, kijken of er broedplaatsen zijn en in een straal van 100 meter rondom zo'n geval moeten ze met insecticide bestrijden. De mensen hebben werk verricht, hebben overwerk verricht en ze moeten te lang wachten op hun vergoedingen, hè, op de gelden die ze moeten ontvangen. En ik denk dat de bond dus vindt dat dat veel te lang op zich laat wachten. En vandaar dus deze actie. De staking heeft niet alleen gevolgen voor de bestrijding van het virus. Het BOG was ook van plan scholen te bezoeken om kinderen in te lichten over de ziekte. Maar dit programma zal nu aangepast moeten worden. Elke staking zal natuurlijk invloed hebben op de werkzaamheden, hè. Werkzaamheden zullen vertraagd plaatsvinden hier en daar. Het BOG is niet gesloten. Dat is dus, we gaan door. Gelukkig zijn we met chikungunya-bestrijding bezig met meerdere instanties. Dus als één onderdeel wegvalt, dan zullen natuurlijk de andere onderdelen harder moeten gaan werken. Het BOG doet er alles aan om het probleem zo gauw mogelijk op te lossen, zodat de bestrijdingswerkzaamheden door kunnen gaan. Belangrijke nacht voor de moslims vanavond. En 74 lijkenkisten aangekomen in Nederland. Het is nu tijd voor ons korte nieuwsblok. Er zijn vandaag 74 kisten met lichamen van slachtoffers van de vliegramp vanuit Oekraïne naar Nederland vervoerd. De aankomstceremonie verliep op dezelfde manier als bij de aankomst van de eerste lichamen. De belangstelling hiervoor is erg groot. Overal waar de lijkenwagens voorbij rijden, zijn er mensen langs de straten om hun medeleven te tonen. Het aantal Nederlandse slachtoffers die in het vliegtuig waren is gestegen naar 194. De kisten met de slachtoffers worden allemaal overgebracht naar de korporaal van de Oud-Heusden kazerne in Hilversum. Pas na de identificatie kan er gezegd worden hoeveel slachtoffers zijn gevonden. Volgens het internationale onderzoeksteam wijst alles erop dat het vliegtuig van het Malaysia Airlines met een raket is neergehaald boven Oost-Oekraïne. Verder proberen zij te onderzoeken welke van de twee landen de raket heeft afgeschoten. Hoewel we iedere dag goed zouden moeten besteden, is er volgens Allah, God van de moslims, dagen, nachten en maanden die beter zijn dan alle anderen. Deze bevinden zich in de maand Ramadan. Tijdens deze maand is er een nacht die beter is dan 100 maanden, omdat Allah in deze nacht de heilige Koran heeft neergezonden met zijn engelen op de heilige profeet Mohammed. Deze nacht wordt Laylatul Qadr genoemd en dat is vanavond. Overal in de wereld bidden de moslims van zonsondergang tot wanneer de zon weer opkomt de volgende dag. De Ramadan wordt maandag afgesloten met Eid al-Fitr. Vier sporthallen onder één dak. Dat wordt de komende maanden gebouwd op het Willebrod-Akswijk Sportcentrum, meer bekend als SOSIS. Gisteren werd hiervoor de eerste steen gelegd. De Taskforce Sportaccommodaties van het ministerie van Sport en Jeugdzaken houdt zich hiermee bezig. Over het hele land wordt door deze commissie een aanvang gemaakt voor de bouw van sportvelden en hallen. Richting school te gaan. Verder weten we dat doodsoorzaak nummer 1 in Suriname overgewicht is. Dat wil zeggen dat de meeste Surinamers sterven aan overgewicht. En ik denk dat we met ons allen hier het voorbeeld moeten geven om meer te gaan bewegen. Maar natuurlijk, om te bewegen,
om sport te beoefenen, hebben we goede sportaccommodaties nodig. Er komen hier 4 multifunctionele sporthallen, waar alle takken van sport die in een hal kunnen plaatsvinden, beoefend kunnen worden. Dus volleybal, basketbal, zaalvoetbal, badminton, turnen. Kortom, alle zaalsporten kunnen hier beoefend worden. Dus er komen 4 multifunctionele sporthallen hier. Als u naar daar kijkt, ziet u de poolschool. Als u naar hier kijkt, ziet u de algemene middelbare school. Er zijn een aantal scholen, er zijn een aantal kinderen die gebruik maken van het SOSIS-terrein. Er zijn al genoeg speelvelden. We gaan ook een speeltuin hier neerzetten. Dus het enige wat er nog ontbrak is een sporthal. Voor de mensen in de omgeving komt het heel goed uit. Zij hoeven over enkele maanden geen lange afstanden meer af te leggen om bepaalde takken van sport te beoefenen. Als je als jongere nooit in je leven ooit eens hebt gesport op SOSIS, dan heb je niet in Suriname gewoond. Dus hier is voor alle jongeren van heel Suriname. Ook al ben je op Borkoponde, je komt op vakantie in de stad bij tante op Flora, je mag er gebruik van maken. Hier is voor alle jongeren. Ook de mensen die vanwege medische redenen niet in de felle zon kunnen sporten, kunnen straks lekker onder een kap de armen en benen losgooien. Als alles volgens plan verloopt, zullen de sporthallen over ongeveer 7 maanden af zijn en dan kan iedereen daar flink gebruik van maken. Tijdens de vaste maand van de moslims, de Ramadan, is niet alleen het vasten en het bidden belangrijk, maar ook stilstaan bij hoe je omgaat met je medemens en vooral met de natuur. Het Wereld Natuurfonds WWF heeft in samenwerking met imam Ramjan Osir verschillende natuurlessen georganiseerd voor jongeren. Het vasten zorgt ervoor dat de ziel en het lichaam gereinigd worden. Ook ervaren de mensen die vasten hoe het is om geen eten en drinken te hebben, net als anderen die in armoede leven. Tijdens de Ramadan leren ze ook hoe ze zuinig om moeten gaan met alles dat Allah ze heeft gegeven. Dat moet netjes blijven dan. Maar je moet wel een beetje planten laten. Zoals we hier in de vaste maand bij elkaar komen elke avond, dan proberen we ook de kinderen mee te nemen in het geheel. En we proberen ze bewust te maken eigenlijk over ons bestaan hier op aarde. En een deel van ons bestaan heeft te maken met de natuur. De natuur is de schepping van de Almachtige. Wij mensen zijn deel van de schepping van de Almachtige. En alles wat we van hem gekregen hebben, moeten wij met mate gebruiken, zoals je dat zelf zegt. Niet alleen gebruiken, maar we moeten ook onze dankbaarheid tonen door middel van gehoorzaamheid aan de Almachtige voor alles wat hij ons geschonken heeft. Allah zegt, hij heeft alles in balans geschapen. Vandaar dat wij dat ook zo moeten gebruiken. Als we gebruiken, met mate, maar zeker dat we ook terugzetten in de natuur. Als we bijvoorbeeld kijken naar bomen, andere soorten planten. Als we kappen, proberen we ook terug te zetten. Als we hebben geplant, hebben we geoogst, terugplanten. En bij dieren hebben we dat ook een heleboel van die dieren we kunnen kweken. Zodat de natuur niet uitgeput raakt, anders hebben we dan een probleem. Wij leren over cultuur, natuur, om ons land schoon te houden. En geen bomen kappen, anders gaan we geen zuurstof krijgen. Ik heb geleerd dat je in de natuur, je mag je natuur niet vies maken. En het mag niet vuil worden en je mag bomen en ook niet bomen ook niet kappen en je mag je planten ook hebben als je thuis bent. Ik maak het erf schoon, want zo meteen is het roja, is Eid. En dus onze erf moet dan schoon zijn. Ik maak helemaal geen rommels. Als ik iets weg wil gooien, kan ik het best wel in de ton doen, maar niet op het straat of ergens anders. Na de les was het tijd voor het avondgebed. Daarna mochten de kinderen naar huis. Deze lessen nemen ze mee en ze passen die nu al toe in hun leefomgeving.
Voor het WWF is het belangrijk dat jongeren al vroeg leren hoe zij kunnen zorgen voor de juiste balans met de natuur. Daarom organiseert zij verschillende natuurlessen. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Ik wens je een hele fijne avond verder en tot morgen. Doei doei!